Toen ben ik de bouw ingegaan en daar heb ik voor die tijd heel veel geld verdiend. Ik heb keihard gewerkt. Dat is een idioot. Rennen over galerijen. Ik deed bepaalde specialiteiten had ik. En ik sloeg door eteniet. Hè. Een koper vind ik het schroefje met een hamer door mijn eteniet heen. Zonder dat een opzichter kon zien dat het niet met een schroevendraaier erin gedraaid was. Ik kwam er met een belachelijk, ik weet het wel, maar dan ga ik niet zeggen, belachelijk veel geld thuis. En toen dacht ik, je gaat een dierenwinkel beginnen. Ik ging sparen, ik ging trouwen, alles kon, want het was voor die tijd veel geld. Ik werkte daar idioot voor, maar veel geld. En toen dacht ik van, ik ga wat geld apart zetten en ik wil een dierenspeciaalzaakje beginnen. Om een lang verhaal kort te maken, ben ik in mijn kelder, want onder mijn ouderlijk huis hebben we een kelder van 90 vierkante meter, ben ik de vogelkelder begonnen. En lenen nul, want ik ben opgevoed, als je een dubbeltje hebt, kun je geen kwartje uitgeven. Dat is dus met een moeilijke start. Ben ik vogelkelder, zit toevallig achter, want er zit een meneer, die is een van de eerste klanten. Mm-hmm. Dus die komt nu inmiddels al lang, zit 37 jaar in de zaak. En toen ben ik, daar knalde ik uit. Ik deed vogels. Voor ik het wist, vloog ik naar, ik was 2 jaar met mijn zaak bezig, vloog ik naar Thailand. Om vogels te importeren. En toen kwam ik in de Pixar bij dierentuin. Ik ben in die beginjaren, een jaar of 4 hofleverancier van Dierenpark Emmen geweest. Dus Kees van Darsworst is hier mijn hulp hier in het geheel. Mijn hulp, mijn steun en alles. Dus ik rolde in iets wat ik niet wist eigenlijk. Toen ben ik naar een. Daar knalde ik uit mijn keldertje. En dat ging privé niet meer, want de klanten liepen en vertegenwoordigden gewoon letterlijk figuurlijk echt door mijn huis heen. Toen ben ik naar een pand eerst gehuurd en weten dat ik kon kopen van 360 vierkante meter in een winkelstraat. De winkelstraat ging toen al aflopen, maar in ieder geval. Toen heb ik een pand eerst gehuurd van 2850 gulden. En dat kan ik nou zeggen, dat is 82 jaar geleden. Dus dat was een gigantisch bedrag. Zodat omstandige winkeliers die gingen wedden dat er kon niet meer een dierenspecialiteit zo groot. Dat ik binnen een jaar failliet zou zijn. En daar heb ik 19 jaar gezeten. Van de Copernicuslaan van 364 meter heb ik alles meegemaakt, up en downs. Ja, en dat heb ik ook, dat is op zich een lang verhaal natuurlijk, maar toen zijn mijn kinderen erbij gekomen. En toen dacht ik, moet ik nog groter. Of eerst dacht filiaal, dan wist ik wel 18 jaar geleden dat een filiaal geen nut had. Want dat gaat het verhaal groot niet meer op natuurlijk. Toen ben ik naar de Oude Haag weggegaan, dat is ook op 1000 meter. Toen dacht ik, dat is het. Een hal op de Oude Haag weg, dat was mooi dat daarin mocht en dat het kon enzovoort enzovoort. 4 jaar later kwam ze boven, kwam ze beneden. dat ging niet goed, althans ging heel goed. Daar heb ik een hele grote stap gemaakt. Toen ben ik gaan zoeken. Dan zijn we hier terechtgekomen. En hier is de grondoppervlakte meer dan 5000 vierkante meter. Afgekocht grond. In de stad eigenlijk. Dan zitten we rond de industrie, maar we zitten eigenlijk midden in de stad. Niet hartje, niet centrum, maar midden tussen de hele wijk en de rode wereld. Ja. Makkelijk van buitenaf te bereiken. Ja, makkelijk één aanvoerweg. We zijn 7 dagen in de week open. Zondag zijn we ook van 12 tot 5 open. Maar als je dan ziet waar dat allemaal vandaan komt. Eigenlijk nu bijna uit heel Nederland. Dus te gek van woorden. Maar nogmaals, alles gedaan en daar ben ik wel trots op. Ik heb natuurlijk een dure hypotheek hier zo moeten afsluiten. Dit kost een heleboel centen. Ja. Dat laat ik dan even buiten eens kijken. Maar alles wat erin staat, alles wat we gemaakt hebben en alles wat hier staat, dat is wel van ons.